Als je het gevoel hebt op de rand van een zenuwinzinking te staan, doordat iemand je voortdurend pest en kleineert, denk dan aan het volgende. Er is iets mis met die persoon, niet met jou. Mensen die van zichzelf houden, behandelen anderen niet zo. Wat anderen ook zeggen, valt het niet persoonlijk op. We staan hier bij Moedige Moeders, maar ik zie ook vaders. Waarom is dat? Omdat wij als Moedige Moeders er voor alle naasten zijn. Dus niet alleen voor moeders, maar ook voor vaders. Waar komt het van oorsprong vandaan? Moedige Moeders komt van oorsprong uit Volendam. Destijds in 2004 zijn twee moeders uit Volendam begonnen met een zelfhulpgroep voor naasten die met verslavingsproblematiek te maken hebben. En dan praat je over verslavingsproblematiek die een tijdje duurt. Dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen zijn dat mensen nog in de ontkenning zitten. Hè? Of dat de verslaafde in de ontkenning zit, maar dat je als naaste er last van hebt. En zo proberen wij dan met naasten in contact te komen om in de groep het probleem met elkaar te bespreken. En dat kan dus een moeder zijn, dat kan een vader zijn. Als naaste ben je altijd welkom in de groep. Gedeelde smart is halve smart. Dus je kunt met lotgenoten, om het zo maar even te noemen, kun je het probleem delen. En soms zijn dan weinig of geen woorden, is een blik soms al voldoende om te weten wat iemand voelt of wat er in iemand omgaat. Omdat je het probleem zelf ook in huis hebt. Kun je een klein stukje vertellen, als je wilt, wat er thuis speelt? De jongste zoon die heeft een cocaïneprobleem. We hebben drie zonen. De oudste twee zijn al het huis uit. De jongste zoon... hij is vanaf zijn 15, is nu inmiddels 22. Cocaïne is zijn uiteindelijke probleem geworden. Hij is wel bezig met herstel, maar... Het is de bedoeling van de bijeenkomsten die hier iedere week plaatsvinden, dat mensen een aantal tips, tricks, handvatten aangereikt krijgen. En vooral ook een stukje bewustwording van het gedrag wat ze zelf hebben richting hun naasten. En dat is voor de hele regio, dus ook als de zomeren deuren, iedereen kan hier terecht? Ja, wij zitten in Helmond, maar iedereen in de wijde omgeving is welkom hier. En we hebben ook deelnemers die van best ver komen, omdat Moedige Moeders natuurlijk hier in de omgeving nog heel erg in opzet is. Dus we zijn blij dat mensen de weg hier naartoe ook vinden. Wat voor impact heeft dat op het hele gezin? Wrijving, spanning. En daar probeer je samen mee om te gaan, maar dat lukt de ene dag wat beter dan de andere dag. Door hier aan te sluiten krijgen ze dus erkenning en hebben ze ook meteen de ruggespraak met elkaar zo van, ik ben gelukkig toch niet de enigste. Want vaak denken we als naasten dat we de enigste zijn die met deze problemen te maken hebben. Maar wanneer je hier aan tafel zit en het ook in je omgeving bespreekbaar maakt, dat je dus een zoon of dochter hebt in verslaving, krijg je ook heel veel herkenning bij andere mensen in je omgeving.